Welkom in de studio, Studio Vlaams Parlement. En ja, zo net een interessant debat eigenlijk. Iets waar we allemaal wel mee bezig zijn, of we kennen het. Het ging over winkelen, over zelfstandigen, over winkelstraten, over shoppen. Want wat blijkt uit laatste cijfers, dat is dat er de voorbije 10 jaar in Vlaanderen en Brussel 10.000 winkels zijn verdwenen. In dorps- en stedelijke centra zijn er vandaag de dag 17% minder winkels. Hoe komt dat? We gaan natuurlijk alsmaar vaker online shoppen, maar er is blijkbaar meer dan dat. Bij ons Maurits van der Heijden, Open VLD, welkom. Goedemiddag. En het was trouwens ook uw eerste optreden hier in de plenaire vergadering, hè? Dat klopt, dat was leuk. Maar in de grote orde der dingen zal dat waarschijnlijk niet zo speciaal zijn. Het is een eerste start. U wil er trouwens meer van maken, want u maakt ook een opmerking over de werking van het parlement. Daarover hebben we het straks nog even, hè? Want ja. dat was ook nieuw. Ja, over dat winkelen, ik zei het net. Er wordt wel gewinkeld, dat is het probleem niet. We doen het gewoon online. Wat is dan het probleem? Die cijfers van de teruglopende winkels verrast me eigenlijk niet. Het is inderdaad zo dat consumenten voorkeur veranderen. We shoppen met z'n allen meer online. Dat is op zich een goede zaak. We gaan dat niet moeten verbieden. We gaan ervoor gewoon moeten voor zorgen dat de lokale handelaar dat die mee kan in die omwenteling. En dat de lokale boekhandel dat die eigenlijk met gelijke wapens kan spelen dan bijvoorbeeld een bol.com. En daar is visie voor nodig. En daar moeten we met deze Vlaamse regering en binnen het Vlaams parlement voor zorgen. Want dat is misschien wat het vreemde. Het gaat hier bij uitstek over zelfstandige winkels, KMO's, die ondernemen. Wat een slimme ondernemer doet, zou je denken, dat is zich aanpassen aan de nieuwe tijden. U gaf het voorbeeld van een vriendin met een eigen zaak. Ja, toen ik naar hier reed, werd ik gepasseerd door iemand die pakketjes verstuurt met een scooter, een brommer van Uber. Ja, dat is gewoon de nieuwe realiteit. Kan je daar als overheid gaan tussenkomen? Dat klopt inderdaad. En het is wel zo dat die fysieke winkels zich volop aanpassen. Maar het blijkt ook uit onderzoek dat vooral jongeren nog steeds heel veel belang hechten aan fysiek winkelen. Dus het is niet zo dat de e-commerce ervoor gaat zorgen dat fysiek winkelen compleet gaat verdwijnen. Sterker nog, de grote online spelers die doen nu hun uiterste best om ook fysieke winkels te openen, op te kopen of te vestigen in hun binnen hun netwerk. Dus het is zeker niet zo dat fysiek winkelen gaat verdwijnen. Het is wel zo dat winkels zich moeten aanpassen. Wij als overheid, we moeten daar inderdaad niet in tussenkomen, maar we moeten wel zorgen voor het kader dat iedereen met gelijke middelen kan strijden. Nu, en in die zin zijn er ook andere redenen waar iets valt voor te zeggen. Is het belangrijk dat in dorps- en stedelijke centra dat daar winkels zijn misschien, om een passage te hebben, bezoekers? Ja, absoluut. Winkels, dat is veel meer dan de kleren en de schoenen die wij dragen. Dat is ook beleving, leven in uw stad, de sponsoring van de lokale gieren- of scoutbeweging. Daar zorgen lokale handelaars allemaal voor. En dat is belangrijk om dat te blijven stimuleren. Wij moeten natuurlijk als overheid niet in de plaats komen van de winkels, maar we moeten er wel voor zorgen dat ze met gelijke middelen kunnen strijden en mee kunnen in die hele, wat ik dan noem, digitale ontwikkeling, omwenteling, de combinatie van het fysieke en het online gebeuren. Ja, was dat de digitaal? Dat is de combinatie van fysiek en online. Hè? Ja, dat woordje heb je vaak gehoord, maar dat is dan de toekomst. Ja, voilà. Nu, ja, een vraagje. De vorige regering heeft daaraan gewerkt. En ik kijk, er zijn kernwinkelgebieden, handelsvestigingsbeleid, er is panden opkopen, leegstandendecreet. Ja, daar grijpt de overheid in. Maar ik denk, u als liberaal, die vrije markt, die wijst zichzelf toch uit. Ja, wat moet je daar nu gaan tussenkomen als ik mij verplaats in de geest van een liberaal? Juist, ja. We zijn inderdaad liberalen, maar we zijn geen laissez-faire mensen. Wij willen wel dat er voor iedereen een eerlijk kader is, zodat iedereen de vrijheid heeft om te doen waar hij goed in is. Dus wat de bol.coms en de Zalando's en deze creëren een onrechtvaardige situatie? Nee, die mogen er gerust zijn. En we moeten ook vooral niet de consument gaan belasten of te gaan verbieden om online te kopen. We willen gewoon voor zorgen dat die lokale handelaar ook met gelijke wapens kan strijden. En de elementen die u aanhaalt, handelsvestigingsbeleid, ruimtelijke ordening aspecten, die zijn in het verleden heel nuttig gebleken. Dat moeten we vooral nog doen. We hebben ook een nieuwe visie nodig om ervoor te zorgen dat de lokale handelaars mee kunnen op die online platformen. Kan je die dan helpen en leren hoe ze een pakketje moeten versturen, of hoe gaat dat dan? Wel, je kan ervoor zorgen, dat gebeurt trouwens in andere landen ook, dat er als je een online platform maakt voor lokale handel, dat lokale handelaren daar makkelijk op kunnen opereren. En als ik dan bijvoorbeeld als consument naar schoenen zoek online, dat ik niet per definitie als eerste uitkom bij een grote buitenlandse online-only speler, maar ook bij de lokale handelaar om de hoek, die alleen, als hij dat alleen zou doen en heel veel zou investeren in een webshop, niet alleen kan te werk stellen. Dat wil niet zeggen dat wij in de plaats komen
komen van die handelaar. Verre van, we moeten als overheid geen nieuwe bol.com oprichten. We moeten er gewoon voor zorgen dat de middelen er zijn voor handelaren om dat zelf te kunnen een doen. Een soort platform waar iedereen kan op. Platform waar handelaren natuurlijk zelf aan bijdragen, maar dat ervoor zorgt dat consumenten hen ook op online manieren kan vinden. Dat is trouwens niks anders dan we ook fysiek doen. We leggen ook winkelstraten aan, we zorgen voor prettige inkleding. Dat moeten we ook vertalen naar het digitale. Wat je ook natuurlijk ziet is tegelijk dat er een toename is van de grote ketens van 17-24%, de Primarks en Actions van deze wereld. Ja, zoek de weg van het geld, de consument vindt die weg en belandt bij die ketens. Winkels zijn vaak gewoon te duur, klinkt het dan. Ja, maar ik wil daar eigenlijk niet over doen. Denk. Ik zie bijvoorbeeld in mijn eigen statistiek dat die ketens en lokale unieke winkels dat die hand in hand gaan. En waar mensen naar ketens gaan, gaan ze misschien ook terzelfde tijd naar een winkel waar ze nog nooit eerder van hebben gehoord, maar wel interessant is voor hun. Dus die tweespalt, ik zie dat niet zo. Ik denk dat die twee hand in hand gaan. We zijn niet anti-keten, anti-lokale handelaar. De twee moeten samengaan. En het is vooral die digitale ontwikkeling dat de komende jaren cruciaal zal zijn om ervoor te zorgen dat de lokale handel terug gouden tijden tegemoet gaat. Even dan over die werking van het parlement. Hè. Na uw tussenkomst bood u ook een document aan de minister aan waar u aanstuurt op een andere samenwerking waar parlementsleden eigenlijk mee het beleid uitschrijven. U schreef dat ook of u pleitte daar ook eerder voor. U bent hier nu in het Vlaams parlement, maar alleen al met die begroting hadden jullie amper inkijk. En u ziet kabinetten worden gevormd en zij voeren het beleid. Dat zou wel eens kunnen teleurstellen. Dat is zo, maar dat is natuurlijk een werk van lange adem. Ik vind het inderdaad heel belangrijk dat de wetgevende macht, dat is het parlement, dat dat het centrum is van de politieke macht in een democratie. Dat is in theorie zo, dat staat in de grondwet. Is het dat nu nog? Is dit het centrum? Nee. Of is dat de regering hier en moet dat veranderen voor het centrum van de politieke macht ligt op dit moment, we moeten daar niet flauw over doen, ligt overduidelijk bij de partijen en bij de regering. Dat is zo. Dat is niet dat dat een schandalige manier is of een antidemocratisch systeem. Terwijl dit zou de eerste macht moeten zijn. Maar op papier in de grondwet is het zo. Als je het democratisch wilt maken, dan moet je ervoor zorgen dat het parlement die macht teruggrijpt. En hoe doe je dat dan? Dan ga je mee in het kabinet aanschuiven om dingen uit te schrijven? Of? Dan moet je als parlement inderdaad, en daarmee ben ik vandaag begonnen, zelf initiatieven nemen. En verder gaan dan enkel de regering ondervragen of lastigvallen of bekritiseren is natuurlijk ook heel belangrijk in een democratie. Maar dan moet je ook met voorstellen komen, zelf nieuwe pistes aanreiken. En dat is per definitie wat nieuwe parlementsleden doen. In onze fractie zitten er al een paar die hebben laten zien dat ze voor hun eigen mening uitkomen en daar ook zelf aan willen werken en zelf het regeerakkoord of passage daarin in vraag willen stellen. Ja. Dat is de taak van een parlement en dat moeten we veel meer doen, ervoor zorgen dat die macht terug naar dit halfrond verhuist en niet blijft zitten op het Martelarenplein. Dat wordt natuurlijk, want jullie zitten mee in de meerderheid, een stukje armworstelen met bijvoorbeeld uw eigen kabinetten. Hè? Gewoon niet noodzakelijk. Ik zie dat niet in een tweestrijd. Ik denk gewoon, als je de democratie wilt versterken, dan moet je een beetje de bestaande gewoonte ook in vraag willen stellen. Moet je natuurlijk niet frontaal doen, revolutie prediken, maar stapje bij stapje zorgen dat die macht voor een stuk terugkomt. En ik hoop, u haalt daar het voorbeeld aan van het regeerakkoord, ik hoop dat bij een volgend regeerakkoord dat we niet meer dezelfde discussies hebben over budgettabellen die al dan niet gegeven worden. Nee, ik hoop dat de budgetten dan worden gemaakt binnen het parlement, want ik ben er dan zeker van dat er budgetair betere keuzes gaan gemaakt worden en dat we teruggaan naar de kerntaken van een overheid. En binnen het parlement, binnen de meerderheid of door heel het parlement dan? Kumbaya rond alles samen? Er zullen nog altijd ideologische tegenstellingen zijn, dat spreekt voor zich. Maar ik denk wel, als je die keuzes maakt binnen het parlement, dat het geld dan gaat naar dingen die echt belangrijk zijn en dat de niet-kerntaken van de overheid er dan uitgaan. En ja, ik zit nu in deze studio, maar ik moet eerlijkheidshalve zeggen, een eigen televisiezender vanwege het Vlaams parlement, dat zal uiteindelijk ook niet tot de kerntaken van een overheid behoren. Ik denk dat het zo'n dingen zijn die eruit moeten gaan. Dat ik niet wil zeggen dat ik jullie geen uitstekende journalisten vindt, et cetera. Maar het is geen kerntaak van de overheid. En dat moeten we in het parlement durven bediscussiëren en ervoor zorgen dat die keuzes gemaakt worden en het geld gaat naar de dingen die echt belangrijk zijn. Het is een keuze van het parlement natuurlijk om via deze weg net burgers zoveel mogelijk te informeren, maar nu draai je de rollen om en wordt u de moderator en moet ik beantwoorden. Maar goed, inderdaad, u schreef het al, de overheid mag zich niet bezighouden met wat zij foliekes en dergelijke, dus een kerntakendebat. En ik hoor u zeggen, de begroting volgende keer eerst langs ons.
ik hoop dat we daar kunnen komen. En als het niet over 5 jaar is, dan zal het wel over 10 jaar zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat de mentaliteit met de vele nieuwe parlementsleden die er zijn, dat die wel stilletjes aan het veranderen is. En dat het parlement met alle oppositie, PvdA, Vlaams Belang, dat die wel meer macht naar zich gaat toetrekken tijdens deze legislatuur. Ja, zagen we vorige week al. Hè, wat jongeren ook vanuit de SPA die een oproep een hand uitreikte naar jullie en zo meer. Zou het kunnen dat je een soort nieuwe generatie hebt die het wat aanvuurt hier? Ja, nu ik heb wel de indruk dat ze dat vooral doen uit opportunistische overwegingen. Maar ik moet eerlijk toegeven dat de jonge fractieleiders het bijzonder goed doen. Zowel vanuit de meerderheid als van de oppositie. Willem Frederik Schiltz, Jos Daze, Conor Rousseau. Allemaal nieuwe figuren. Je merkt toch al nu dat dat een nieuwe dynamiek geeft in het parlement. Ik denk dat dat een goede zaak is. Maar dus het blijft natuurlijk altijd ook een stukje politiek, zoals die oproep voor. Voorlopig nog wel, ja. Dankjewel om hier te zijn. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.